80% van alle bezoekers naar Zeeveld komt hier om te wandelen en om gezien te worden. Nou, wij als skiers en snowboarders snappen daar natuurlijk niet zo heel erg veel van. Maar ik moet eerlijk zeggen, de omgeving is dusdanig prachtig dat ik het stiekem een heel klein beetje begin te begrijpen. Olympiaregio Zeeveld heeft zijn naam te danken aan het feit dat hier twee keer deel van de Olympische Spelen zijn gehouden, zo'n 40 jaar geleden toen Innsbruck de host was. Dat zie je nog terug aan het stadion in het dal voor het langlopen en aan twee schansen op de Kerschwanskopf. Waar het hier in Zeeveld vooral ook om draait is langlaufen en niet zozeer het skiën en het snowboarden. Er ligt hier dan met 250 kilometer aan langlaufloipes, wat het de grootste langlaufregio van Oostenrijk maakt. De Kerschwanskopf is één van de twee skigebiedjes die Zeeveld rijk is. De top ligt hier op 1500 meter. Wil je iets hoger, kan je naar de andere kant van de heuvel. Daar ligt het skigebiedje De Roshütte en hier kan je skiën tot 2064 meter.
Zeeveld in Tirol heeft een groot station. Dat heeft te maken met dat het hier maar een kwartiertje van Innsbruck ligt en een kwartiertje de andere kant op richting Garmisch-Partenkirchen. Sinds de Olympische Spelen hier 40 jaar geleden zijn geweest, hebben ze flink geïnvesteerd in infrastructuur, waaronder dus ook een bus- en een treinstation.